Nou, je ziet hier een mooie stofdus. De regenbus. Dat is wel wat breder, dus dat moeten we zelf noemen natuurlijk. En ik wil hem even laten zien. Nou, wat komt er nu bij kijken? Belangrijk is natuurlijk om de leidingen altijd heel goed weg te werken. In dit geval dus ook in het plafond. En dat is echt wel een behoorlijke klus. En je ziet het hier zelfs nog een klein beetje, dat het niet helemaal netjes is weggewerkt. Dan zit die leiding een beetje nog daar schuin weglopen. Dus zo'n keuze maak je niet zomaar even, want het is natuurlijk heel snel gekocht. Zo'n regendouche, maar je moet gewoon vervolgens echt goed ingewerkt worden. En dat betekent in het plafond, in de muur en dan naar de thermostatenkraan. In dit geval ook mooi weggewerkt. Alternatief is een regendouche die gewoon met een buitenleiding zeg maar, die in zicht is. Dan heb je gewoon een compleet badkamer-accessoire en dan gaat die gewoon naar de thermostatenkraan. Minder mooi, maar wel een heel stuk makkelijker. En ik zal in het bericht daar een goed voorbeeld van laten zien.